Deze computers worden binnenkort uitgedeeld aan schoolkinderen die opgroeien in kansarme gezinnen in Deinze. Ze werden ingezameld door de VZW Deinze Industrie, die de bedrijfswereld in Deinze vertegenwoordigt. Op de kantoren van de bedrijven zijn de computers afgeschreven, maar de toestellen kunnen nog perfect dienen als schoolcomputer bij de leerlingen thuis. We vragen aan bedrijven om hun IT, laptops, pc's in te leveren bij Deinze Industrie. En samen met het VTI Deinze, de school, worden die IT-zaken eigenlijk allemaal opgekuist, gecleaned, worden daar besturingssystemen opgezet. En worden ze via de welzijnsschakels, we hebben dus contacten met verschillende welzijnsschakels, gegeven aan de juiste doelgroepen. En dat zijn in dit geval kansarme kinderen uit lagere schoolkinderen uit kansarme gezinnen. Het is al de derde keer dat Deinze Industrie computers inzamelt. Met de drie acties samen konden ze zo al 86 kansarme gezinnen helpen. Want zonder laptop of pc thuis dreigt deze groep jongeren de connectie met het onderwijs te verliezen. Dus blijven we toestellen inzamelen, zeggen ze in Deinze. We leven in een tijd van digitalisering, dus een tijd zonder laptop, zonder pc is ondenkbaar geworden. En het zou altijd jammer zijn dat bepaalde kinderen, omdat ze in een kansarm gezin leven, niet aan de slag zouden kunnen of niet kunnen bijgeschoold worden. Dus ik ben heel blij en ik ga mij er blijven achter zetten om dit verder te blijven herhalen. Maar vooraleer de kinderen aan de slag kunnen, moeten de toestellen gebruiksklaar gemaakt worden. En dat is een geknipt taakje voor de school, het VTI in Deinze. We moeten ook kunnen garanderen aan de bedrijven dat alles van data ervan verwijderd wordt in deze plaats. En dat die ook echt operationeel zijn. De laptops worden echt operationeel gemaakt, worden dus geformateerd terug. Indien nodig een aantal onderdelen zelf vervangen. Ook de desktop ook, wordt ook op die manier behandeld, waardoor dat we zeker operationeel en operatieve toestellen kunnen geven aan de mensen. Ja. Het mag duidelijk zijn dat heel wat gezinnen bij de start van het nieuwe schooljaar zitten te wachten op een eigen computer. Wij weten uit ervaring dat onderwijs de absolute opstap is om te ontsnappen uit kansarmoede. We moeten er niet naïef in zijn. Heel veel mensen ontsnappen niet uit de kansarmoede, maar diegenen die ontsnappen, dat is precies vanuit het onderwijs. En in deze speelt ICT een heel belangrijke rol, want wie verstoken blijft van computers, van ICT-middelen, die kan geen onderwijs meer volgen, zeker in coronatijden. Dat is uiteraard van harte welkom.